Dag dames en heren, grijze omstandigheden als we naar buiten kijken. Een dik pakket bewolking ligt boven ons land en heel af en toe valt daaruit ook wat lichte motregen. Veel stelt dat echter niet voor, maar de zon gaan we op de meeste plaatsen toch ook niet zien. Dat geldt niet alleen voor vandaag, maar ook zeker voor de komende dagen. Op de satelliet zien we Nederland grotendeels onder de bewolking. Het is maar goed dat we de landsgrenzen zien, anders hadden we Nederland niet eens teruggevonden. In het westen, op de Noordzee, het westen van België, wel een paar opklaringen. Misschien dat er later in de middag vanuit het noorden nog een enkele opklaring langs de westkust schuift. Daar prikt de zon mogelijk dus nog even door de bewolking heen, maar verder blijft het grijs en kil met middagtemperaturen niet veel hoger dan 7 of 8 graden. In het westen dus mogelijk nog even wat zon aan het eind van de dag, maar de meeste plaatsen blijft het gewoon bewolkt. Daarbij niet al te veel wind, zwak of matig uit een oostelijke richting. Vanavond en vannacht verandert er weinig, het blijft overwegend grijs. In het binnenland ontstaat misschien wat nevel of mist en de temperatuur daalt naar zo'n 4 tot 6 graden. Morgen weinig verandering aan het heersende weerbeeld, nog altijd overwegend bewolkt, misschien her en der een spatje motregen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt nog een graadje frisser dan vandaag, met zo'n 6 of 7 graden op de meeste plaatsen. Daarbij een wind uit veranderlijke richtingen is meest zwak in de loop van de middag langs de kust, geleidelijk matig van kracht, dat is een windkracht 3. Gaan we dan wat verder kijken, dan zien we woensdag iets betere omstandigheden. Het wordt wat vriendelijker, de zon breekt af en toe door, maar vooral in het noorden kan er ook een enkele bui vallen. De dagen daarna opnieuw overwegend grijs. En vanaf het weekend zien we dan de kans op een enkele bui geleidelijk toenemen. Daarna gaan de temperaturen ook omlaag en dat beeld zien we ook in de dagen daarna. Na volgend weekend geleidelijk dalen de temperaturen overdag zo'n 5 tot 7 graden en in de nachten neemt de kans op een graadje vorst geleidelijk toe. En als er dan een bui valt, zou daar misschien ook wel eens wat winterse neerslag tegen die tijd bij kunnen zitten. Een mooie dag nog.